Goedenavond, het is vandaag zondag 31 maart 2019. Weer tijd voor een nieuwe aflevering van QN Studio Sport. In het binnenlands gedeelte zullen we even terugblikken naar de Special Olympics World Summer Games. En vandaag hebben we natuurlijk een gast in de studio en met hem gaan we hierover praten. We kijken naar de SVB Beker Competitie, want die is ook voortgezet. De loting van de Nation League en dan gaan we kijken waar Suriname, in welke pool Suriname zit. We hebben ook wat trainingsbeelden van Robin Hood in verband met hun vertrek richting CONCACAF. En natuurlijk Remy Burke, die heeft de 9e dan behaald in karate. Daar hebben we ook wat nieuws voor u. En 4x4 Adventure Suriname heeft de afgelopen weekend een Pagwa-trip gehad. En daar hebben we ook enkele mooie momenten voor u. In het buitenlands gedeelte kijken we naar La Liga, de Premier League, de Eredivisie. We hebben ook wat Braziliaans voetbal. En natuurlijk Formule 1, MotoGP en tenslotte NBA Top 10. We gaan er heel even uit en zijn zo bij terug. Welkom terug. Voordat we beginnen met het binnenlands gedeelte, ga ik natuurlijk even voorstellen wie hier aan tafel zitten. En natuurlijk, ik ben niet alleen, ik ben met mede-collega Ivan Sommerviel en onze gast Edward Gessel. Ivan, goedenavond. Goedenavond, Amit. Alles goed? 100%. Nee, Edward, alles goed met u? Ja, heel goed, prima. De Special Olympics games zijn achter de rug. Hoe heeft u dat allemaal ervaren vanaf het begin vooral? Hoe het nog onzeker was als jullie zouden deelnemen? Ja, het is een tijdje geleden begonnen met natuurlijk eerst het voorbereiden van onze selectie. Maar tegelijkertijd op een parallelspoor zoeken naar fondsen om weg te kunnen gaan. En het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, ja, voordat we weg konden gaan. Ivan, je hebt de selectie op de airport meegemaakt bij aankomst. Hoe was de ervaring daar? Het was een verrassing voor hun. Allemaal hebben er heel enthousiast op mogen reageren. Er waren dus twee NL-bussen ingezet. Daarnaast had je dus ook nog een aantal motorfietsen die erbij waren. Wonen de Q-riders en familieleden natuurlijk ook vrienden van de Special Olympics die dus allemaal daar waren. En kort daarna vertrokken naar SOGK waar het dus een brassband op ze aan het wachten was. En hebben ze dus een feestje opgebouwd. En dat was natuurlijk heel goed voor de vertegenwoordigers van Suriname die daar hun uiterste best hebben gedaan. Uit een aantal van 7500 participanten uit de 190 landen terug te komen met 15 medailles die gehaald zijn op de verschillende onderdelen. Dus met dat gezegd hebben ze Suriname op de wereldkaart geplaatst bij dat onderdeel van de Special Olympic Games. Ja, het wordt als je kijkt 15 medailles, 6 goud, 6 zilver en 3 brons. Hadden jullie dit verwacht? Ja, ik heb altijd gezegd dat ze hard trainen en ze trainen voor medailles. Ja. Voor deelname, maar ook voor medailles. Als je kijkt naar onze prestaties de afgelopen jaren, dan zat 15 medailles, misschien zelfs meer zat erin. Ja. Onze atleten zijn zeer gemotiveerd om mee te doen en zeer gemotiveerd om te winnen. Goed. Het was in het begin moeilijk om fondsen te vinden. Wat ik ook heb kunnen vernemen bij de media is dat jullie zijn vertrokken ondanks het doel is niet gehaald is. Hoe hebben jullie het klaargespeeld om toch te kunnen vertrekken? Nou, het ging heel moeizaam. Het bedrijfsleven dat liet het afweten. De overheid liet op zich wachten. Ondertussen drong de tijd. En toen is een groep heren, voel je helemaal vrij bazen, hebben het initiatief genomen om een menscookout voor ons te organiseren. Ja. En dat is enorm succesvol verlopen, zo succesvol zelfs, dat staatsoliemaatschappij is ingekomen en de opbrengst daarvan vervijfvoudigd heeft. Dat heeft het voor ons een stukje makkelijker gemaakt, maar we waren er nog niet helemaal. Ja. Dus we zijn doorgegaan, eigenlijk zijn we doorgegaan tot het einde. En op een gegeven ogenblik vertrokken we dan van Sanderij, maar de tickets van Amsterdam naar Abu Dhabi waren nog niet helemaal in orde. Mm-hmm. Maar ik heb gezegd, we gaan, want we hebben die kinderen beloofd dat ze gaan. Ze hebben jarenlang geoefend voor dit moment. Dat kunnen we ze niet ontnemen. We gaan kijken hoe het gaat. En het is op zijn pootjes terechtgekomen. Goed. Hoe hebben de sporters dit zelf ervaren om helemaal naar Abu Dhabi af te reizen? Het is voor hun een openbaring geweest natuurlijk. Dat je in een echt groot stadion of een echte grote hal je kunnen moet laten zien. Het is een overweldigend. De aandacht die ze daar gehad hebben, ze zijn helemaal onder de indruk. Trouwens, we hebben het over de atleten die onder de indruk waren. Maar de coaches waren ook onder de indruk van hoe het allemaal opgezet was. Was groot, heel groot. Trouwens, 7500 atleten in een land. Ja, ja. Dat wil zeggen dat het land staat voor 2 weken lang op zijn kop. Goed, Ivan, de medailles die zijn gehaald zijn natuurlijk niet zomaar medailles zijn op bepaalde onderdelen.
Voor vertrek, zag jij dit aankomen dat deze Special Olympians tenminste de finale zouden halen, maar ook met medailles zouden terugkeren? Als je nu kijkt wat Suriname internationaal presteert, dan was het te verwachten, omdat we dus op verschillende onderdelen erin slagen om wedstrijden te winnen en natuurlijk ook medailles in de wacht te kunnen slepen. Als je dus kijkt, we hebben onlangs ook een 18-jarige in Barbados gehad, die heeft deelgenomen aan de worstelkampioenschappen. Ja, ja. En ze was de enige die Suriname vertegenwoordigd heeft bij de vrouwen. En het is haar toch gelukt om kampioen te worden in haar klasse. Dus kijk naar de Special Olympics. Als je dus verder ook kijkt naar Donovan Wisse. Donovan Wisse die maakt ook een goede beurt internationaal. Als je dus verder kijkt naar Biggie Boy. Dus dat wil zeggen dat Suriname op geen van elke tak van sport onderdoet. Zelfs bij voetbal, omdat we dus onlangs ook hebben gewonnen. Maar helaas was dat nog niet genoeg. Maar later komen we er toch terug. Maar het is natuurlijk mijn punt bij dit, in dit geval is dat Suriname voor niemand onderdoet. Omdat we onze beste been voorzetten. Hoe beperkt de middelen ook zijn. Om toch met iets terug te komen. Ja. Nee, Edward. Wat is de volgende stap voor deze atleten? Zoals we altijd doen, kijk, we zijn eigenlijk voor het voetlicht geplaatst vanwege die 15 medailles. Ja. Wat we normaal doen is dat we continu sportmogelijkheden verschaffen voor atleten met een beperking. Ja. En daarmee gaan we door, maar ik zeg er direct bij, nu is alle belangstelling naar ons. Het is leuk, maar we struggelen. We struggelen altijd. Het is een probleem. Atleten komen vaak uit arme gezinnen of gezinnen die het niet breed hebben. Ja, ja. En als er dan busgeld betaald moet worden voor dat ene kind dat niet zo snel meegaat om naar het stadion te gaan, dan is dat geld er niet. Dus de trainingsfaciliteiten of de trainingsmogelijkheden zijn niet optimaal. En daar vechten wij steeds voor. We willen dat er funding komt, niet alleen om naar Abu Dhabi of Dubai te gaan, maar ook om gewoon van die weergevonden weg naar André Kamperveen Stadion te gaan. Zo simpel. Ja, dat alleen moeten we hebben. En dan hebben we heel veel kinderen die meedoen. En hebben we een grotere pool van atleten die kunnen presteren. Maar is er al een plan voor aanpak om dat aan te pakken? Dat de atleten binnenshuis ook gewoon kunnen deelnemen aan de wedstrijden volgens het jaarkalender dat is uitgestippeld. Omdat men dus al weet wanneer er wedstrijden gehouden worden. Niet dat men vandaag opstaat en zegt, hey, koor to play Tamara. Men gaat dus gestructureerd te werk gaan om een jaarkalender samen te stellen. Is dat ook het geval bij de Special Olympics, zodat men daarop kan voorbereiden, zodat er in de toekomst het makkelijker is voor onze atleten te participeren aan de wedstrijden? Als er één organisatie is die strak aan planning en voorbereiding doet, is dat wel Special Olympics. Onze plannen zijn helemaal uitgestippeld. We weten precies waar we om te gaan. Alleen, nu houdt iedereen van ons. Dus nu zijn er meer deuren open gegaan? Nu zijn er meer deuren open gegaan en onze plan is dat we nu die deuren open zijn, ervoor zorgen dat we onze voet tussen die deur krijgen. Mm-hmm. Zo zijn we op het ogenblik bezig, dat hebben we besloten kort na terugkeer, om een sportfonds op te zetten. Waarbij we dus niet alleen kijken naar het bedrijfsleven, want ja, als het bedrijfsleven dat afweet, heb je niks. Ja. Maar ook de individuele burger die 5 SRD wil zetten of 10 SRD. Dat die ook in de gelegenheid is. Want als nu iemand naar me belt en zegt ik heb een tientje om jullie te geven, dan sta ik met mijn mond vol tanden, want dan moet ik naar je toe komen om het te halen. Ja. Terwijl we dat gestructureerd moeten opzetten. Okay. Dus zaken worden er dus heel anders aangepakt, zodat dit zich in de toekomst niet meer hoeft voor te doen. Ja. Zeker. Het gaat weer gebeuren, maar oké. Het gaat weer gebeuren. Positief blijven. Maar als we kijken naar het internationale platform waar deelgenomen is, zijn er ook plannen voor nationale kampioenschappen, zodat sporters elkaar ook kunnen meten hier nationaal? Ja, we hebben dus om het ene jaar onze nationale wedstrijden. Dat wordt heel groots gedaan. Dat is meestal 2 of 3 dagen op verschillende locaties, dat het allemaal tegelijkertijd gebeurt. En in het jaar dat we geen nationale wedstrijden hebben, hebben we bijvoorbeeld een zwemmeet of een atletiekmeet of bordje. Maar we werken nog steeds op het ene jaar toe, die grote nationale spelen. Ja. We weten misschien nu al wat eerst volgende internationaal toernooi zal moeten zijn voor deze Special Olympians? Ja, ander ding is dat we deelnemen aan de Consular Games als groep specials en daar hebben we ook heel goed gepresteerd in het verleden. Dus in december hebben we weer een delegatie die naar Paraguay gaat. Die naar Paraguay gaat? Ja. Oké,
Oké, maar ik ga zelf van deze kant uit wil ik u bedanken, maar ook heel veel succes toewensen met de Special Olympians. Dank u wel. Zo heeft u het gehoord, in december zijn er natuurlijk weer games voor deze Special Olympians in het buitenland. Van deze kant uit graag uw steun, zodat deze sporters natuurlijk ook aan hun trekken kunnen komen. We gaan dan verder met voetbal, want natuurlijk de SVB bekercompetitie is afgelopen woensdag voortgezet. En we beginnen met de wedstrijd tussen Leo Victor en Seaboys. En hier dus het moment waarbij dus de verenigingen zich naar het speelveld in het Dr. E. Franklin SS Stadion begeven. De jongens van Seaboys hier in het reflector door hun tegenstander Leo Victor in een traditioneel oranje is gekleed. En daar heb je dus het eerste fluitsignaal in deze ontmoeting. Een lange uittrap en let u maar op deze aanval waarbij dus de jongens van Seaboys tot een eerste doelpunt in dit duel kwamen. En dat is de speler Ernesto Ju die dus in de vijfde minuut van de ontmoeting het spel uit evenwicht wist te brengen naar een keihard schot in het doel van de jongens van Leo Victor. En als je dus goed hebt gekeken, zijn het maar twee spelers die het leder hebben aangeraakt, namelijk de doelman en de voorhoede speler Ernesto Ju, die de stand uit evenwicht wist te brengen. Leo Victor die zou natuurlijk sterk terug moeten komen in dit duel. En zoals je dus merkt, zijn we dus al in de tweede helft van de ontmoeting. En hier heb je dus een aanval van de jongens van Leo Victor, die dus feilloos wist in te tikken. En dat was dus in de 64ste minuut. Jetro Reis, makkelijk zijn leder wist in te tikken nadat hij zich vrij verspeelt van de verdedigers van Seaboys die beter op hun hoede hadden moeten zijn als ze dus geen gelijkspel wilden hebben. De jongens van Seaboys hebben het niet daarbij gelaten. Ze kwamen dan sterk terug in de aanval en ongelukkigerwijs is hun aanval dus niet goed afgerond. En daar heb je dus het laatste fluitsignaal in deze ontmoeting en uiteindelijk waren dus de penalties die zouden moeten bepalen wie naar de volgende ronde gaat van de SVB bekercompetitie. En zoals je dus merkt hebben tot nu toe de jongens van Leo Victor en Seaboys geen fouten gemaakt tot op dit moment, waarbij dus de doelverdediger van Seaboys van zijn goede zijde laat zien en dus een penalty terugkeert. Seaboys zou dus vlot verder moeten gaan en dat doen ze dus ook in dit geval. De jongens van Leo Victor mogen hun hoofd natuurlijk niet buigen omdat ze dus de eredivisie vertegenwoordiger zijn in deze beker partij. En hier heb je dus Seaboys die dan ook van hun goede zijde laat zien. Het ging heel spannend aan toe in deze partij. Tot op dit moment wist je eigenlijk nog niet wie als betere in de bus zou komen. En dan was het weer Seaboys die een doelpunt voor hun rekening nam. En Leo Victor moet er natuurlijk goed antwoord geven. En dus even kijken. Heel tam ingeschoten. Heel knap zou je natuurlijk kunnen zeggen. En hier heb je dus weer een blunder van de jongens van Seaboys die dus een penalty hebben gemist. Het was wacht dus nog even om te kijken wat deze strafschop met zich mee zou brengen. En het is natuurlijk een doelpunt geworden. Dan was het nog even om te kijken wat er in dit geval zou gebeuren. En dan heb je dus het deklat van de doelverdediger die dus een redding brengt. Zo heeft u natuurlijk gezien wat Leo Victor daar heeft gedaan tegen Seaboys in het SZ Stadion. Inmiddels aangeschoven aan tafel onze panel voor vanavond en dat is Santosh Udratsingh. Santosh, goedenavond. Hi, Amit, goedenavond. Alles Ivan, goed? Goedenavond. Ja, het gaat wel. Goed. Leo Victor, Seaboys, Ivan. Ja, het was een wedstrijd met veel hoogtepunten, als je dus zelf naar de beelden hebt gekeken. Dan zie je dus dat een lidbondenvereniging helemaal niet onderdoet in een bekercompetitie tegen een eerste divisievereniging. En dat was dus ook het geval bij Leo Victor Seaboys. Seaboys kwam heel vroeg tot scoren. Leo Victor had er moeite mee om de stand op evenwicht te brengen. Het lukte pas in de 64ste minuut. Dus aan jou nu de vraag, als je dus ook kijkt naar SNL. SNL die presteert heel weinig in de reguliere competitie, maar in de bekercompetitie zitten ze er nog steeds. In de afgelopen 3 jaar is het dus gelukt om tot de halve finale te gaan. Misschien kan je aangeven wat het verschil eigenlijk is gelet op prestaties in een reguliere competitie en in een bekercompetitie, als dat je tenminste ook is opgevallen. Nou, bedankt Ivan. Wat mij tenminste is opgevallen, het is niet per definitie zo dat bepaalde teams minder presteren in de, tenminste, hoofdklasse teams, mm-hmm. toch, topsectie teams, dat die
minder goed presteren in de beker. Toch omdat de bekendere teams, zoals gebruikelijk, hun goede prestaties leveren. Maar wat opvalt is dat lidbonden, verenigingen of teams die in een lagere divisie spelen, eigenlijk een moment krijgen bij de bekercompetitie om zich toch in de kijkers te spelen. Toch de kans om bekerkampioen van het land te worden. En dat zorgt meestal ervoor dat ze zich extra inzetten. Toch? En wat ik sowieso weet is dat, zoals men het in de volksmond noemt, in de lidbonden toernooien is het tranganaki. Ja. Daar rennen die mannen echt hard. Er wordt soms 12 uur, 2 uur 's middags gevoetbald. Dus het zijn jongens die wat fysieker spelen. Toch? En de jongens in de hogere divisies die zijn dat niet echt gewend. Toch? En vandaar dat ze het soms afleggen tegen deze spelers die wat meer ervaring hebben tegen in mindere omstandigheden. Toch? Omdat ze gewoon fysieker zwaardere wedstrijden gewend zijn af te werken. Ja. Goed, natuurlijk is het woensdagavond niet alleen gebleven bij deze wedstrijd. We hebben na Leo Victor Sheboys nog een wedstrijd gehad in het SS Stadion. En die ging tussen Transvaal en WBC. Zo ziet u de spelers opkomen voor de opstelling. Natuurlijk Transvaal gekleed in volledig groen. En Leo Victor, WBC natuurlijk in geel-zwart. Het was een wedstrijd die heel rommelig begon, waarbij beide teams veel balverlies leden en echt tot kansen kwamen ze niet. Maar natuurlijk, ik zie hier een vrije trap van Palheta Morales, die probeerde natuurlijk het eerste doelpunt te maken, wat niet lukte. WBC die ging slordig om met deze aanval. En natuurlijk, pas in de 32e minuut kwam het eerste doelpunt en die werd genoteerd op de naam van Gillian Maatrijk. Dat was een van de aanvallen die goed werd voorgetrokken. Transvaal die probeerde daar te verdedigen, maar het lukte niet. En Gillian Maatrijk die maakte geen fout en bracht WBC zo op 1-0. Hier ziet u nog hoe hij samen met zijn teammates wat feest aan het vieren was. Dan zien we weer dat er een aanval hier komt. Natuurlijk moet gezegd worden dat deze speler heel goed op links speelde. En zo ziet u hoe WBC nummer 7 niet koelbloedig genoeg is en een reële kans mist voor om de ploeg op 2-0 te brengen. Het duurde niet lang, in de 42e minuut een vrije trap van Palheta Morales en zo brengt de WCP op 2-0, wat eigenlijk niemand had verwacht gezien het spelbeeld in de eerste helft. En met deze 2-0 stand werd er ook gerust. In de tweede helft bracht Transvaal natuurlijk twee spelers op het veld en dat is Anthony Smels en Carlos da Silva, waarbij je gelijk wat meer actie zag. En hier bijvoorbeeld eentje van Ivensu Convalios, die wordt neergelegd door Marvin Podrono van WBC, de captain. En dat betekent natuurlijk een penalty. En de druk van Transvaal op het doel van WBC was heel groot in de tweede helft, waardoor deze actie nodig was van Podrono. En de speler Ronaldo Campbell die maakte geen fout, de captain, en bracht de stand naar 1-2, waardoor het nog spannend werd in deze tweede helft. Maar WBC die heeft een strakke verdediging gehouden, waardoor het 2-1 is gebleven en dat was ook de eindstand. WBC die gaat een ronde verder in het bekertoernooi en Transvaal die ligt eruit. Santosh. Ja, als je kijkt naar de wedstrijd, in de eerste helft hadden beide teams moeite om hun spelritme te vinden. Maar toch kwam WBC er beter voor door twee doelpunten. Gezien het spelbeeld, had je verwacht dat er doelpunten gescoord zouden worden? Ja, natuurlijk. Tenminste aan de zijde van Transvaal wist ik dat er sowieso wat technische aanpassingen zouden komen. En er werden dus twee wissels gepleegd en die bleken dus toch hun vruchten af te werpen. Omdat je direct daarna merkte dat de aanval van Transvaal wat beter gecoördineerd was en dat de druk toenam op het doel van WBC. En dat heeft tenminste geleid tot de actie waaruit er een penalty is gescoord. Maar WBC wist zich toch wel enigszins
stand te houden. En uiteindelijk hebben ze dus de overwinning in de wacht gesleept. Ja. Ivan, Transvaal die ligt eruit in het bekertoernooi. BBC gaat verder. Had je ergens gezien dat Transvaal nu al eruit zou liggen? Bij voetbal kan je alles verwachten. Je gaat gewoon je beste been moeten voorzetten. En BBC was in dit duel de betere. En Transvaal gaat eruit moeten leren voor de volgende bekercompetitie. Als ze dus kans willen maken op de titel. Ja, ja. Maar gezien de reguliere competitie, dan is het eigenlijk een het seizoen voor Transvaal niet meer te redden qua prijzen. Ja, dit hebben ze ook niet gered. Ja, dus even kijken wat het volgend jaar wordt. Goed. Natuurlijk zijn er meer bekerwedstrijden geweest. Laten we even gaan kijken naar alle bekeruitslagen. En na gekeken te hebben naar de SVB bekeruitslagen, kunnen we dus ook aangeven dat we onlangs de loting hebben gehad van CONCACAF Nations League. En dus gaan we dus even met z'n allen kijken in welke pool Suriname is ingedeeld. En dat is dus duidelijk aangegeven. In League B heb je dus groep D, waarin Suriname dus is ingedeeld samen met Nicaragua, Sint Vincent en de Grenadines. Verder ook nog Dominica. En als je dus verder kijkt naar de pools, dan merken wij dus dat we toch wel veel spannende Nations League CONCACAF wedstrijden mogen verwachten. Natuurlijk, Ivan. Santosh, als je zo kijkt naar de poolindeling waar Suriname in zit, mogen we zeggen dat we gunstig hebben geloot? Eigenlijk wil ik de bewoordingen van onze bondscoach gebruiken. Hij is tevreden. En het is eigenlijk een loting. Je hebt eigenlijk niet veel in te brengen. Nee. Wat het lot uitwijst en het lot heeft uitgewezen dat we dus in deze pool terecht zijn gekomen. En de bondscoach heeft dus verklaard dat hij dat tenminste onze selectie wat goed te maken heeft tegen tenminste twee van de tegenstanders die dus verantwoordelijk waren voor onder andere, ik denk respectievelijk, onze uitschakeling voor het WK en ook recent dat de eerste wedstrijd. Ja, dus, voor Nicaragua en Dominica. Precies. Dus ik denk dat hij, in ieder geval hebben we dus een beetje, tenminste, recente kennis over de sterkte van die twee teams. Ja. En kunnen we wat beter voorbereid eigenlijk deze wedstrijden tegemoet gaan. Ja. Goed, eenmaal het over CONCACAF hebben, dan gaan we even naar een ander onderwerp van CONCACAF. En dan zijn we beland bij Robin Hood. Robin Hood die vertrekt namelijk de loop van de week naar Curaçao om deel te nemen aan de CONCACAF Club Shield. En afgelopen vrijdag was Quaraisi Nagesersing bij de training van Robin Hood. Laten we kijken wat hij allemaal daar voor ons heeft vastgelegd. Roberto, alles wat de klok slag momenteel is CONCACAF voetbal. Met nog één of twee trainingen voor de boeg. Met de bekerwedstrijd zondag nog is de hele missie gefocust op natuurlijk een mooie trip. Kampioen worden in Suriname. Ook ongeslagen eerste ronde afsluiten. Credibility voor jou, je technisch staf. De spelersgroep, een mijlpaal is bereikt. Hoe ziet die voorbereiding eruit naar volgende week toe? En sowieso is het een uitdaging voor ons als vereniging. De spelers, de technische staf, die kunnen niet wachten om daar op het toernooi aanwezig te zijn om te presteren. We hebben de afgelopen periode onze voorbereiding gehad. Net als wat jij al zei, we hebben nog twee trainingen om af te werken. Dat is vandaag en maandag onze laatste training, want we vertrekken woensdag. En het bestuur die de afgelopen periode heel hard gewerkt heeft, is er ook klaar voor om dan het team af te vaardigen richting Curaçao. Roberto, op Rijssel na die uitviel in de selectiewedstrijd afgelopen week, ga je met een fitte selectie weg en is Rijssel op tijd fit? Wordt hij goed opgelapt eigenlijk? Want het is wel een speler die bij jou natuurlijk ook het verschil kan maken. Tenminste één van de elf. Ik denk dat we toch wel met een fitte selectie vertrekken. We spelen zondag nog een beker. We weten niet wat er daar zal gebeuren. Ik hoop dat alles goed verloopt daar. Maar wat Rijssel zelfs betreft gaat het de goede kant op.
ik denk dat Rezel toch wel fit is voor die wedstrijd. Als het goed is, start hij maandag al met de trainingen. Dus wij gaan toch wel met een fitte selectie richting Curaçao. Je zit niet in een makkelijke pool, maar jij houdt van moeilijke wedstrijden, want die wil je winnen op het niveau waar je zit. Robin Hood gaat eigenlijk geen enkele uitdaging uit de weg. Klopt helemaal. Ondanks dat heb ik toch wel alle moeite gedaan om toch wat informatie in te winnen over deze twee teams. Het gaat om Franciscain, waar tegen wij de eerste wedstrijd spelen op 5 april. De tweede spelen 7 april tegen Dakota uit Aruba. En over Franciscain, om eerlijk te zeggen, heb ik contact opgenomen met de trainer van Inter Mungotapu, dat is trainer Yuko. En ik heb toch wel wat informatie van hem meegekregen dat ik best wel kan gebruiken. En ook heb ik ook wat beeldmateriaal gezien van Franciscain. Over Dakota weten we heel weinig, maar ja, net als wat je ook al eerder zei, vanuit onze eigen kracht gaan we toch wel kijken wat we van deze twee wedstrijden maken. Maar in ieder geval is het belangrijk dat wij toch wel de eerste twee wedstrijden in winst omzetten om verder te gaan. Want in deze pool gaan er maar twee teams over, de nummer 1 en 2. En wij moeten toch wel een van deze twee zijn. Roberto, dat is natuurlijk het streven om te overgaan naar de volgende ronde. Als je nog 1 of 2 eindigt, betekent ook wel als je overgaat, speel je op 11 en 14 april. Mag ik ervan uitgaan dat je met een vrij brede selectie meereist, omdat je zelf weet als ervaringcoaches, blessures, spelers kunnen vermoeid raken. Hoe ziet de selectie eruit? We gaan met 20 man, 20 spelers. Daaruit bestaat de selectie. Ik zou wel graag meer erbij willen hebben, omdat we weten, toernooien zijn altijd moeilijke wedstrijden die je moet afwerken. Je moet een brede selectie hebben. Maar we gaan dit keertje met 20 en we moeten het kunnen doen met deze 20 mannen. Wij van de technische staf gaan zeer oplettend moeten zijn. De spelers gaan niet uitgeput moeten raken voor de volgende wedstrijd, maar heel goed moeten omgaan met hun energie. Omdat we gewoon weg een toernooi spelen. En je weet, kwaliteit is heel erg belangrijk in voetbal. Het zijn alleen maar kampioenen waar tegen wij zullen spelen. Dus het is belangrijk dat wij van de technische staf toch wel ook daarvoor hebben. Maar ook de spelers die toch wel moeten kijken hoe ze hun energie gebruiken tijdens wedstrijden. Zodat ze ook de volgende wedstrijd ook zo top kunnen presteren. Captain Clyde Alcuino van Robin Hood. Met nog 1 of 2 trainingen staat de grote missie voor de boeg CONCACAF voetbal. Je draagt ook de verantwoordelijkheid op het veld. Hoe goed is het elftal van Robin Hood gemotiveerd? Heel goed. Die jongens zijn gebrand. Het is een vrij jonge ploeg. Met veel enthousiasme. En redelijk wat ervaring. Dus die ervaring wordt overgebracht. En daarmee dealen we. Roxy Ver, een van de gangmakers bij Robin Hood. Je pakt je goals regelmatig mee. Je gaat naar CONCACAF voetbal. Vind je dat een mooie ervaring? Ja, tuurlijk. Het is mijn eerste keer dat ik naar de CONCACAF ga. Dus ik ga voor het beste voor Robin Hood. Je jonger broer Donnie Ver, die speelt in het Caribisch gebied. Die heeft de sfeer ergens geproefd. Heb je wel eens gevraagd van hey, welk niveau is het? Hoe zit het een beetje? Of zeg je gewoon van jullie laten het op je afkomen? Nou, ik zou zeggen dat ik het voor mezelf zal laten. Ik laat het wel op me afkomen. Om het beste ervan te maken. Iedereen weet hoe handig je bent in de spits. Je weet ook wat ballen scoren is. Zeg je ook van, ook daar wil je als spits spelen van Robin Hood. Maar ook als Robin zeggen van, wij kunnen ook spelen tegen dit soort sterke jongen. Ja, zeker. Ik ben erop voorbereid. Ik heb een goede voorbereiding naar de CONCACAF toe. Dus ik ga voor doelpunten voor Robin Hood en we gaan voor het kampioenschap. CONCACAF voetbal is altijd de droom wanneer je kampioen wordt, wil je je krachten gaan meten. Hoe kijk jij naar deze missie toe? Eervol om mee te starten. Eervol. Je traint en je werkt je hele leven lang als jonge voetballer om dit hoogtepunt te bereiken van je carrière. En gelijk de icing on the cake zou men moeten zeggen. Dus eervol dat je als jonge voetballer dit mag meemaken. Maar zeker met een missie om
die trip niet tot een toeristische attractie te maken of toeristische trip, maar meer om een missie te volvoeren. En dat is zo hoog mogelijk einde met Robin in het toernooi. Het talent in die ploeg goed afgestemd op elkaar is een ploeg dat plus minus 3-4 jaar bij elkaar zit. Ik zit er ook al 4 jaar, dus ik heb een traject van opbouw van die herstart van Robin Hood meegemaakt. Dus dat maakt alleen maar dat de weg die we moeten afleggen dus iets makkelijker wordt. Zo heeft u kunnen kijken hoe Robin Hood zich voorbereidt op hun deelname aan de CONCACAF Club Shield. Santosh, Stefano Rijssel die is geblesseerd geraakt tijdens de laatste wedstrijd tegen Sint Kitts en Nevis. En laat zeggen de oefenwedstrijd tegen Guyana. Hij is wedstrijd klaargemaakt voor Sint Kitts en Nevis. Maar hij kampt nog steeds met een blessure. En de staf is bezig hem wedstrijd klaar te maken voor deelname aan CONCACAF. Hoe belangrijk is Stefano Rijssel voor Robin Hood? Nou, hij heeft zichzelf, vanaf hij dus teruggekeerd is bij Robin Hood, heeft hij zichzelf dus weer die positie kunnen verwerven. Dat hij dus een belangrijke schakel is voor Robin Hood. Ja. Maar uiteindelijk moeten we ermee kunnen leven dat we allemaal mensen zijn en dat we ook blessures krijgen en soms dus ook niet kunnen participeren. Men probeert er alles aan te doen om hem dus fit te krijgen. Maar al zou dat niet het geval zijn, hij is natuurlijk op dit moment de enigste speler bij Robin Hood, inclusief de staf en de leiding, die enige internationale ervaring heeft. En natuurlijk is dat van enorm groot belang, toch? En los daarvan, hij is natuurlijk ook de go-to guy binnen Robin Hood. Dus het is natuurlijk een beetje een domper. Maar we kijken natuurlijk uit. De wedstrijd moet doorgaan met of zonder Rijssel. Ivan, hoe schat je de kansen van Robin Hood in? Enorm goed. Als je dus kijkt naar de prestaties van Robin Hood in de reguliere competitie, dat Robin Hood de afgelopen tijd echt alle prijzen in de wacht heeft weten te slepen. Ja, ja, ja. En daarnaast ook nog voor de nodige transfer heeft verzorgd. Omdat je dus, als je weet dat je al hebt, laat zeggen, gekwalificeerd voor deelname aan internationale wedstrijden, is het toch goed om je spelersarsenaal met jongens aan te zuiveren die dus ook internationale ervaring hebben. Klopt. Dus vanuit deze plaats denk ik wel dat Robin Hood een goede beurt kan maken tijdens dat geheel. Yes, man. Daar zijn we ook beland bij Remy Burke. Wat heb je over te vertellen over Remy Burke? Remy Burke, dan zeg je Os. Os. Ja, Remy Burke is er in geslaagd om dus 9e dan karate in de wacht te slepen. En het is natuurlijk ook goed te zeggen dat hij eigenlijk een goede voorbeeldfiguur is. Omdat Remy Burke laat zeggen met een beperking vecht. Omdat Remy Burke dus nu met één hand vecht, of jaren al met één hand vecht. En er toch in slag zijn 9e dan karate in de wacht te kunnen slepen. En als je het hebt over Remy Burke, dan moet je iemand als de legendarische Wilfred Burgers ook niet vergeten. Maar in dit geval gaat het dus om Remy Burke, die in de karatewereld zijn sporen heeft verdiend. Omdat hij naast goede prestaties in Suriname ook internationaal van zich heeft laten spreken. Klopt. En op dit moment 9e dan. Wat vind je van zo'n prestatie, Santosh? Het is natuurlijk toe te juichen en ik blijf het zeggen, we moeten eigenlijk onze sporters wat meer credit geven, meer de mensen die plek geven die ze eigenlijk verdienen en die hun toekomt. En Remy Burke heb ik het is na heel lang dat hij dus weer een beetje in het nieuws is, maar ik heb in het verleden filmpjes gezien waarbij deze atleet in staat is geweest om sporters die zonder beperking zijn met gemak te verslaan. Ik heb zelf een keertje mogen zien waarbij hij zijn handen niet gebruikte en alleen met traptechnieken een andere tegenstander wist uit te schakelen. Hij heeft waarschijnlijk is hij een beetje te vroeg geboren voor tenminste het gebeuren om deel te kunnen nemen aan de Special Olympics.
toch? Als waarschijnlijk er in zijn tijd, toen hij die leeftijd had, of misschien, ja, ik weet niet precies, maar het kan dat Suriname toen misschien niet participeerde, maar ik kan u met zekerheid zeggen, als hij toen had geparticipeerd, was dat zeker een gouden medaillewinnaar voor Suriname. Ja. Toch? En het is gewoon een geweldige atleet. Ja, prachtig. Prachtig wat Remy Burke daar heeft behaald. De negende dan, dat is niet zomaar iets. We gaan dan verder met de 4x4 Adventure Suriname. Dat is een clubje die zich bezighoudt met natuurlijk leuke tripjes naar het binnenland, maar ook het buitenland. En afgelopen weekend hadden ze hun traditionele jaarlijks terugkerende Pagua-rit. Laten we even gaan kijken wat zij allemaal hiervan hebben gemaakt. Zo heeft u kunnen kijken naar enkele momenten van de trip van de 4x4 Adventures Suriname. Santosh, 4x4 Adventures Suriname is een non-profit club die eigenlijk niet meedoet aan de traditionele Sarek rallies. Maar zij hebben besloten om iets aparts te doen omdat zij meer uitdaging zoeken om tripjes te maken. Zij gaan juist op zoek naar gebieden waar ze kunnen vastzitten. Waar ze een adventure tegenkomen die nooit iemand heeft proberen over te steken of te doen. En dit zetten ze maar allemaal met een heel jaarkalender. Echt een organisatie die alles prima doet. Hoe vind je het zo'n initiatief van een club van mensen die ervan houden om zulke tripjes te organiseren? Nou, is natuurlijk waarvan je houdt. En ik denk dat een groep mensen met dezelfde interesse mekaar dus gevonden heeft en men heeft toen een club opgezet en ze doen het nu bijna, hoe zal ik het zeggen, het is niet professioneel, maar ze doen het gestructureerd. Omdat als je een heel jaar kalender hebt waarbij je alles uitgooit voor het jaar wat je wil doen, dan ben je toch wel een gestructureerd bezig. Maar dan nog denk ik dat ze, ja, het is eigenlijk geen sport, het is gewoon het exploren, nieuwe uitdagingen zoeken. Dat lijkt me wel leuk. Ja. Zou je eens mee willen doen? Ik ga niet, laat me eerlijk zijn, ik ben een stadsmens. En ik word snel zenuwachtig. Als die auto vast zou zitten, ben ik echt niet de persoon die je op dat moment daar moet hebben. Want ik denk niet dat ik van enig hulp zou kunnen zijn. Maar een stadsrally zou wel iets voor jou zijn? Ook niet. Ik ga je eerlijk zeggen, ik probeer alle drukke hoeken te vermijden. Al moet ik een beetje langer rijden. Dus verkeer is voor mij ook niet iets van adventure. Gewoon snel
zakelijk van punt A naar punt B, maar verder zoek ik niets op straat. Je zou daar met een speaker, je moet er mee doen van hier naar daar. Nou, dan heeft u dat ook gehoord, Satoshi. Die is niet het type die mee zou willen doen aan een rally. In ieder geval, de volgende trip van 4x4 Adventure Suriname is van 26 april tot en met 29 april. En dan gaan ze de savannas van Guyana aandoen. Blijft u QN Sports volgen, want wij gaan natuurlijk meer voor u brengen met betrekking tot 4x4 Adventure Suriname. En met 4x4 zijn we gekomen aan het einde van het binnenlands gedeelte. We gaan er heel even uit en zijn straks terug met het buitenlands sportnieuws. Zo heeft u kunnen kijken naar de mooie momenten daar uit de NBA. Eenmaal het hebben over de NBA, dan ga ik even bij Santosh. Santosh, LeBron James, die zal playoff dit seizoen missen. 13 keer achter elkaar playoff gehaald, waarvan de laatste 8 in de finale. Wat voor impact zal dit hebben op de playoffs? Sowieso het ontbreken van een der topscorers. En een van de, ik weet niet als hij de MVP is, maar een van de waardevolle spelers. En hij is ook nog een all-star speler. Ja, ja. Dat maakt natuurlijk haalt een beetje spanning weg uit de playoffs. Maar we moeten ook kijken, als je alles op een rijtje plaatst, dan zie je dat hij eigenlijk, ondanks de goede prestatie die hij dus nog levert, dat hij in principe aan het einde van zijn carrière is. Ik zeg niet dat hij is niet in zijn piekperiode, als ik dat zo mag zeggen. En hij heeft de overstap gedaan naar de Lakers. En ja, ik denk dat het moment waarschijnlijk niet gunstig is op dit moment. Dus voor hem om eigenlijk naar Lakers toe te gaan. Toch, Lakers was absoluut nog niet eens een... ze hadden nog niet eens voor 50% een team dat ready was voor de playoffs. Mm. Dus ondanks de inbreng van LeBron James... denk ik dat het niet veel verschil heeft uitgemaakt. En is natuurlijk jammer voor hem. En ook jammer voor het publiek. Dat eigenlijk dus niet gaat kunnen genieten van de kwaliteiten van deze basketballer. Tenminste in deze playoffs. Toch, want we moeten even kijken wat zijn vervolgtraject wordt. Ja. Blijft hij bij de Lakers of gaat hij ergens anders? Want LeBron kennende, zijn karakter, hij is een speler die echt... elk jaar wil winnen. Hij wil altijd in de playoffs zitten. Ja, ja. Dus we moeten even verder kijken. Nou, in ieder geval geen LeBron James dit seizoen in de playoffs. Ik ben allemaal benieuwd wat het zal worden met de playoffs daar. Zonder LeBron wordt het spannender. Of gaat de Warriors nu makkelijker kampioen worden daar in de NBA. En met het nieuws over LeBron James zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van QN Studio Sport. Ivan, bedankt voor je prestatie en het mede willen presenteren van dit programma. Graag gedaan. En Santosh, bedankt voor jouw fantastische analyse. Graag gedaan. En u thuis daar ook bedankt voor het willen kijken naar deze aflevering. Vergeet niet, na deze aflevering krijgt u natuurlijk meer NBA highlights. Ik wil zeggen een fijne kijkavond en tot de volgende keer. Goedenavond.